Quincy Promes. Kan jij daar iets over zeggen? Wat vind jij hiervan als ex-collega? Ja, daar wil ik niet veel over zeggen, maar ja, dingen gebeuren in het leven. En ja, het is altijd, zeg altijd, het is pas ja, bewezen als je veroordeeld bent. En ja, dat moeten we denk ik afwachten. Maar... Het begint wel ja, richting echte veroordeling te gaan natuurlijk. Ja, als je zo ja, zulke heftige dingen van beschuldigd wordt en er blijken toch feiten te zijn, dan is dat wel ja, heel erg heftig en ja, dat is wel heftig en bizar. Heb je het daarover met andere ex-voetballers of voetballers? Jij zit echt diep, vuistdiep in de voetbalwereld. Of moet ik dat niet zo zien? Heb je het hier nooit over? Over Promes? Nee, met voetballers heb je niet zo erg over hele diepe dingen, privé en zo. En dat is eigenlijk hier het programma ook. Je gaat zo snel van eigenlijk jongens of meisjes die je niet kent, ben je ineens heel erg close omdat je echt heel erg diep gaat. En bij voetbal ja, is het toch allemaal meer oppervlakkig.